Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. We leven nog. Doe een duimpje omhoog als je nog leeft. Nee, 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 even zonder grappen, even zonder dolle. Laatste tijd loopt het allemaal een beetje de spuigaten uit. Met name veel mensen die aan het huilen zijn dat ze dan naar school moeten. Ik ben precies tegenovergesteld, want ik had tentamens waarvoor aan het leren was. En die zijn toen allemaal afgelast. Mensen, wees nou blij dat je onderwijs krijgt. Later ga je het nodig hebben. En ik snap dat vakantie lekker is. Ja, dat is duidelijk. Want ik heb vakantie. Oh, 2 weken, bitches. Jullie niet. Nou, de meeste van jullie niet. Nee, nee, nee. In ieder geval, vandaag heb ik een serieus video. Natuurlijk niet. Net zoals de vorige. Die heb je allemaal gezien. Natuurlijk bekeken. En toen je die gezien had, dacht ik daarna van, oh, ik ga echt abonneren. Wat nog steeds een aantal van jullie niet gedaan hebben. Dus als je nu kijkt en je denkt, ik ben nog niet geabonneerd. Doe even. Ja, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar er heerst dus een griep. Nee, 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 nee. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar er was een wedstrijd laatst die zonder publiek werd gespeeld. PSG Dortmund. En wat daar gebeurde, het was ongelooflijk. Haaland had namelijk voor de wedstrijd, Haaland de spits van Dortmund, had dit op zijn Snapchat geplaatst. Paris is mine, of zo. Nou ja, dat is natuurlijk niet slim. Maar ja, je bent 19, weet je wel. Boeien, doe wel eens wat doms. Kijk, ik ben 21, doe nooit wat doms. Maar als je 19 bent, kan gebeuren. Maar dat schoot bij PSG helemaal het verkeerde killgat. Dus Neymar scoorde en deed de celebration van Haaland. En daarna deze al die spelers de celebration van Haaland. En daarna postte Neymar nog op Instagram van Paris is mine, of zo. Paris is our city, not yours. Dat postte die. En dan denk ik, Neymar, je bent 27. Je hebt waarschijnlijk een miljoentje of 50 op de bank staan. Maak je niet zo druk, hè? Maar wie ben ik? Vandaag gaan we daarom, zo goed als wij zijn, de Vision Rival Packs openen. Ja, 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 we hebben weer lekker gespeeld. Jawel, jawel. 3500 munten, mensen. Daar doen we het voor. Jazeker, jazeker, jazeker. Hatsakke deetje. Daar komt ie. Een gauw pakket. 5k pack. Zijn we klaar voor? Jawel. Oh? Oh? Sissoko. 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 Huh? Wat de heck? Ik ben gewoon een Copa Libertadores speler. Waar slaat dit op? Lol. Uit een 5k pack. Oh, die is helemaal niks waard. 1100 ko... Huh? Oh, blijkbaar zijn die niet, is dat geen inform, zeg maar. Dat verklaart wel een hoop, ja. Dat verklaart wel even niet, ja. Is zo'n SBC dat je Copa Libertadores speler kan krijgen? Kan je ook die krijgen? Oh, we krijgen hier borden. Oké, oké. Duits, DM. Oh. Dit was de video. Dankjewel voor het kijken met de Vision Rival Rewards. Tot de volgende keer. Dit is echt humor. Nee, nee, ik ben een jongen, ik hou niet van ruzie op de aarde. Dus vandaag gaan wij spelen met ons Haaland en met ons Neymar. En gaan we ze even zorgen dat ze weer even goed worden staan. Want dat ze weer even vrienden worden. Ik heb Agatha Haaland gekocht voor 300k? Sowieso niet, ik heb voor 200k gekocht. Wat is dit dan? Huh? Ik heb hem net gekocht, deze gast. Voor 200k of zo. 300, het staat helemaal nergens op. Ik zweer het, dit heb ik niet gedaan. Hè? Ik word gek. Huh? 320k. Ik heb hem letterlijk 5 minuten geleden gekocht. En kijk al deze prijzen. Ik ben helemaal gaan zoeken naar de goedkoopste. Ik begrijp er geen reet van. Hij heeft ook een 92 kaart. Die kon ik niet betalen. Helaas. En we gaan eens even lekker samen laten spelen. Even lekker samen laten ballen. En dan na deze video zijn ze gewoon weer vrienden. En zijn ze blij. En ik ben ook wel benieuwd wie Haaland speelt. Want hij heeft dus 3-6 skills. Maar hij heeft wel vrij goede stats, moet ik zeggen. Dus dat gaan we nu zien. Oké, okay, dit is onze tegenstander. Henry. Road to Glory. Nog niet voltooid zijn te zien. Dan gaan we ons Haaland, jawel. Deze is hij hoor. Hij is ook groot, hè. Echt niet... Oh, hij is traag. Oh, ik voel het gelijk al. Het is misschien ook niet handig om op vrijdag dan zo'n pot te gaan doen. Dan denk je van, ja, dan is de dealer natuurlijk ook niet op het minst. Maar ja, ook dan... Oh, nee, maar goede paas op Haaland. Ah, dit is nice. Nou, ik moet zeggen, goed. Probleem melden. Niet... Zo. Dit. Niet echt een probleem. Het is meer een soort antwoord. En mensen, zo help je dus om een game beter te maken. Ik kan ook een video maken van 50 minuten. Maar ja, schiet niet meer wat mee op. Ja, dit vind ik altijd lullig, jongen. Ik ben niet geliefd. Oké, wel. Ik dacht al van, dit gaat niet worden. Jongens, zit in divisie 6. Lekker, lekker, lekker. Hier ben ik blij mee. Kan ik eigenlijk weer een potje winnen, denk ik. Dit is mijn tegenstander. Hij heeft een team met, ja. Ja. Sissoko! Oh! Hij heeft gewoon Sissoko! Oké, mensen. Dit wordt mijn pot. Hoppakee. Gelijk. Gelijk de bal gepakt. Traoré is sterk. Haaland. Haaland. Oh, ik dacht, hij pakt hem zo mee. Dat ging hij al. Dat dacht ik, maar dat gebeurde niet, helaas. Hey mensen, ik heb een unpopular opinion. Namelijk dat Royce een van de meest overhyped voetballers aller tijden is. Die vent is bijna 30 en die heeft nog nooit wat gedaan. Nou oké, dat is niet waar. Hij is ook geblesseerd geweest een tijd. Dat heeft hij gedaan. Royce, wat een meme-speler is dat, joh. Dat is echt niet normaal. Dat is echt ultieme meme. Nou, hoe komt hij daar nou langs? Even... Oh, kijk even. Oh, hoe krijgt die man dan weer mee? Dat kan toch gewoon niet? Hey, Haaland, ren jongen. Haaland, ga ervoor. Onze Haaland. Boom! Nee, jongen, over hoe dan? Haaland heeft 9 shooting. Ik denk, die bal schiet hij zo binnen. Hij rende aardig langs. Hielp ook wel mee dat de tegenstander volgens mij AFK was. Traoré. Oh. Ja, Neymar. Op Haaland. Nee. Oh, nee. Dat was de manier om ze weer goede vrienden te maken. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Het mocht absoluut niet zo zijn. Tikkie door. Op Haaland. Haaland.
Nee. In het echt had hij er al 4 gemaakt met de kansen die hij nu gehad heeft. En hij heeft maar 2 kansen gehad. Kan je nagaan. Deze vent stapt echt alleen maar in. Hij moet toch makkelijk van kunnen winnen. FC. Goeie bal. Haaland scoren. Bam. Goal. Natuurlijk Haaland. Lekker. Hij maakt wel echt goede loopacties, moet ik zeggen. Dus dat is nice. Erling bro. Het is eigenlijk Haaland, heb ik gehoord. Haaland. Holland is het trouwens. Holland. Mensen, het EK wordt dus uitgesteld naar 2021. Waarschijnlijk. Besef even hoe mooi dat is voor Nederland. Ja, kijk, het is natuurlijk vervelend. Want ja, ik had heel veel zin in het EK. En naast heel veel zin ook heel veel geld zou ik gaan verdienen. Maar dat gaat dus allemaal niet door. Dus dat is jammer. Dus dat wordt weer lekker van een stokje bijten deze zomer. Maar dat neemt niet weg dat volgende EK, Depay erbij. Allemaal fit, alle spelers. Al die talenten zijn weer een jaar verder ontwikkeld. Ik zie een win-win situation. Maar alleen jammer dat nu dus deze zomer echt mokertje saai wordt. Dat we inmiddels al sinds 2014 wachten 7 jaar zodat Nederland weer op een echt toernooi is. Wat toch wel vrij lang is, moet ik zeggen. Haaland lekker. Goed op Neymar. Neymar. Royce op Haaland. Haaland terug. Oh, de aanval. Nee, maar Haaland. Dan is het een wereldgoal. Een absolute wereldgoal. Haaland doet het weer. Staan we gewoon 2-1 voor. Het is ongelofelijk. Tuurlijk. Haalandje, ga maar, jongen. Haalandje. Ja, hallo, scheids. Kom aan nou. Ik word alleen maar onderuit. Hoe krijgt hij geen geel? Hij krijgt geel. Terecht. Nou, hoor. Ja, die schiet de bal weer echt uit het stadion. Ik weet niet wat er met mijn rondjeknop is, maar je ziet de bal weer het stadion uit. Terwijl ik hem gewoon in de verre hoek wil finessen. Oké. Er zijn weer tweede helftje. Lekker aanvallen. Hop. Oh, Royce doet het beter hier op FIFA dan een hele leven in het echt. Maar Royce heeft wel echt veel fanboys. Ja, dit gaat me niet in dank afgenomen worden, wat ik nu gezegd heb. Hij zegt dan, hallo, in 2004 schoot hij nog een vrije trapper fantastisch in. Ja, dat kan allemaal best. Toen was hij ook nog een talent. Mensen denken nog steeds dat hij een talent is voor mijn gevoel. Dat hij 29 is. Haaland, schiet maar, jongen. Waarom schieten al die ballen zo hard? Waar slaat het op? Ik snap er niks van. Ze gaan echt helemaal weg en hard en zo. Dan gaat hij Royce met een chip. Royce, nee, natuurlijk scoort hij niet. Hij mist altijd. Want het is overhyped te spelen. Royce, goed ertussen, jongen. Royce, ah, natuurlijk. Bal kwijt, want het is een overhyped te spelen. Rechtsbuiten staat helemaal vrij. Jawel. Wat een bal. Hoppa, neem maar mee. Gaan. Adama met een goede bal. Ik tik hem er langs. Ik tik hem absoluut niet langs. Mijn bedoeling was zeker om hem langs te tikken, maar ik deed het gewoon niet. Haaland, boom, goal. Natuurlijk. Geen probleem, jongen. Divisie 6, got nothing on me. Easy, jawel. En neem maar jou gewoon lekker mee. Dit vind ik fijn, dus dit doet mij goed om te zien, man. Dit doet mij heel goed om te zien. Vrolijkheid, samen zijn. Geen ruzie. Gewoon vrolijk en blij. Als deze Haaland al zo goed is, hoe goed zal die 92 Haaland dan niet zijn? Doneer nu coins aan mij, want ik ben skeer. Hoe je dat kan doen? Door middel van een like. Kost jullie niks en het levert mij ook niks op, behalve voldoening. Wat een bal van Petit op Royce. Dit was niet helemaal de bedoeling. Dit ook niet. Neymar. Oh, Haaland. Oh, de hat-trick en de assist van Neymar. Knuffel hem. Lekker. Nee. Oh, de verkeerde. Ga voor de verkeerde. En Neymar wordt helemaal gek daarachter. Zag je hem zo gooien? Met stenen. Het tegenstander is weg. Ja, jongens, deze FIFA, ja, ik zeg het niet graag, hè. We hebben deze FIFA niet heel lang. We zijn inmiddels op de helft van deze FIFA. Maar dit is echt mijn jaar. Deze FIFA, dit is echt mijn jaar. Hatsa, divisie 6, hoppakeetje. Hoppa, rang 2, we komen eraan, jongen. Geen enkel probleem. Natuurlijk niet. De tegenstander heeft 3 in de back. Oh, het is een B-team. En dan versie 22. Hij heeft 21 andere B-teams. Hij heeft echt flink wat B-teams, deze man. Daar zijn we. Spanning en sensatie, mensen. Houden we het nog allemaal lekker vol. Hop. Ja, Royce. Lekker. Bal kwijt. Traoré begint zich langzaam te ontpoppen tot ongeveer de beste speler van mijn team. Dan heb ik ook nog Desailly, die inmiddels nog 600.000 waard is, waar ik meer dan 1,1 miljoen voor heb betaald. Kijk, dit is mooi, jongen. Ga ik gewoon rennen met Walker en geef ik die bal diep. Traoré. Nou, die kan ook wel rennen. Traoré gaat er zo langs, alsof hij er niet staat. Hop. En dan zo terughalen. En dan nog Haaland. En hij scoort hem gewoon niet. Ja, dat is wel mooi. Dat hij dan niet scoort. Dan denkt iedereen, want jullie dachten allemaal van die scoort hem, hè? Ja. En weet je hoe ik dat dan noem? Oh! Luis Alberto. Ten eerste, het is Alberto. Ten tweede, krijg even wat aan je lip. Ah, dit is niet goed hoor. Dit is een goal. Ja, dat dacht ik al. Die stond ook wel vrij, moest ik zeggen. Oh, Immobile. Nou, wel goed afgemaakt, moet ik zeggen. Goeie bal op Traoré. Naar binnen, goed. Ah, net naast. Geen goed schot. Ik had niet zo uit de draai moeten schieten. Helaas. Oh, Haaland, neem mee. Boom. Oh, nee, hoeveel. Hij loopt met zijn keeper. Hij liep met zijn keeper en toen kon hij nog net met zijn hand tegenhouden. Dus toen echt nergens op. Eigenlijk had ik hem gewoon totaal outplayed. Omdat ik dacht dat hij... Nou ja. Wat een zieke paas. Ik zei een 208, maar dit was echt een zieke paas. Dit kan dan niet zomaar. Ah, nice. Ik paas hem in zijn voeten. Oh mijn god, ik krijg gewoon Jantje tegen. Hoe kan dit nou? 3-0, dit is Jantje. Ik krijg gewoon een Jantje. In divisie 6. Nee, maar ren er gewoon langs. Waarom ga je een soort van raar lopen rennen ineens? Sterk, Petit, goed. Ja, is weer kansloos dit. Goed, mooi bal. Ah, dit gaat er weer niet in. Het is echt ongelooflijk. Dit moet er toch in, jongen. Dit moet hangen zijn. Boom, trouw. Nee, hij hakt hem weg. Nee. Nee, oh, so close met Jetsofa.
Nah, Haaland, Haaland. Nee, daar gaan we laatste kant. We hebben 3-0 verloren. Ik ben zo slecht. Het is echt ongelooflijk. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Gaat 5 schoten. 5. Bedankt voor het kijken. Abonneer. En tot ziens. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kort BTC, niet voor later. De mop van de dag, mensen. Wat is de minst gesproken taal ter wereld? Gebarentaal. Doei.